Waar staan we nu? We zijn op het Burgemeester de Monchiplein in Den Haag. En dat ligt tussen het Vredespaleis aan die kant en de archipelbuurt aan die kant in. Als je het zo ziet, dan denk je, nou, het is toch een leuk project. Waarom is dit controversieel? Maar het ging niet echt over... Het ging wel over de architectuur, maar niet per se of het mooi of lelijk was. Maar waar het voor staat. Namelijk een beetje de elite van Den Haag. Het was echt een slepend proces van meer dan 20 jaar. Met voornamelijk heel veel ruzie tussen de welstandscommissies en de gemeente en de architect aan de ene kant. En ook tussen de bewoners van die archipelbuurt en de architect. Het werd gebouwd rond dezelfde tijd dat de Zwarte Madonna werd gesloopt. Dus er werden sociale huurwoningen gesloopt. En daar kwamen dure elitewoningen voor in de plaats. Want je ziet dat het echt een beetje statige, klassicistische bouw. Maar dat is een beetje een velletje. Daar binnenin zijn het eigenlijk hele gewone woningen. Maar het werd met heel veel poeha gebracht. En de mensen hier in de buurt hadden eigenlijk niet zoveel zin in zo'n eliteclubje dat hier kwam wonen. En de architect zelf, Ricardo Bofill, een Spaanse postmodernistische architect, die had een beetje dezelfde air. Ook een beetje arrogant. Ook een beetje van, nou, ik heb lak aan jullie en ik maak gewoon wat ik mooi vind en jullie doen het er maar mee. Dus de bewoners en de welstandscommissies, die konden het niet goed met hem vinden. De voorzitter van de welstandscommissie, Theo Bos, die heeft zelfs ervoor geprobeerd te zorgen dat Ricardo Bofill nooit meer iets zou mogen bouwen in Den Haag. Uiteindelijk is het project dus toch gerealiseerd. Is die spraakmakendheid genoeg om een plekje te verdienen in Stad voor Nederland?